Ons klimaat verandert en de aarde warmt op. De Nederlandse overheid is daarom op zoek naar duurzame alternatieven voor onze energievoorziening. Voor het opwekken van duurzame elektriciteit wordt er bijvoorbeeld gekeken naar zon- en windenergie. Bijna de helft van onze energiebehoefte bestaat echter uit warmte. Dit kan niet altijd en volledig gevuld worden door bijvoorbeeld zon en wind. We kijken daarom naar andere duurzame oplossingen voor warmte, zoals aardwarmte, oftewel geothermie. Hoe werkt het? Aardwarmte wordt gewonnen uit warm water dat diep in de ondergrond aanwezig is. Per kilometer stijgt de temperatuur in Nederland met ongeveer 30 graden. Dit warme water wordt opgepompt en de warmte wordt overgedragen aan een warmtenet. Zo worden bijvoorbeeld huizen, kantoren en kassen verwarmd. Het afgekoelde water gaat terug de ondergrond in, waar het van nature weer opwarmt. Wat is CAN? Om te weten waar we gebruik kunnen maken van deze warmtebron, moeten we een beter beeld krijgen van de ondergrond. CAN verzamelt deze informatie. Sommige delen van de Nederlandse ondergrond zijn al goed in kaart gebracht, omdat hier bijvoorbeeld olie en gas werd gevonden en gewonnen. In grote delen van het land is er echter veel minder informatie beschikbaar. Daarom doet het CAN-programma sinds 2019 onderzoek in deze witte vlekken. In de eerste fase werd er seismisch onderzoek uitgevoerd en werden bestaande data opnieuw bewerkt. Hiermee zijn de aardlagen in de ondergrond in beeld gebracht. Om weer meer te weten over de samenstelling van deze aardlagen is nu verder onderzoek nodig. Waar en waarom boren? Deze informatie kan worden verzameld door het uitvoeren van een onderzoeksboring. Dit is een tijdelijke activiteit. Aardwarmte kan alleen gewonnen worden uit aardlagen waar warm water in zit en waar dit water doorheen kan stromen. Dit kan wanneer er tussen de korrels in het gesteente voldoende ruimte is. Daarom is aardwarmtewinning niet overal even goed mogelijk. CAN onderzoekt met één boring vaak meerdere geschikte lagen in één keer. Zo levert één boring data op die relevant is voor een veel groter gebied dan alleen de directe omgeving. De CAN-boring. Hoe wordt een locatie gevonden? CAN gaat in een gebied dat zowel onder- als bovengronds interessant is voor aardwarmte op zoek naar een geschikte locatie voor een onderzoeksboring. Bij de keuze voor een geschikte locatie wordt er rekening gehouden met waterwinning, de natuur en archeologische waarden. Ook ondergronds moet de locatie goed passen. Daarom wordt er soms nog aanvullend seismisch onderzoek uitgevoerd. Als er een geschikte locatie is gevonden en de vergunningen zijn verleend, dan kan er worden gestart. Er wordt ongeveer 6 maanden op de locatie gewerkt. Voor een onderzoeksboring is een locatie nodig die ongeveer zo groot is als 2 voetbalvelden. Op dit terrein wordt een verharding aangebracht en komt een boortoren te staan. Bij het inrichten van het terrein wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met het verkeer en de omgeving. Tijdens een CAN-boring wordt er geboord tot dieptes tussen de 500 meter en 4 kilometer. De booractiviteiten en het onderzoek duren gemiddeld tussen de 4 en 10 weken, afhankelijk van de diepte en het onderzoeksprogramma. Zodra hiermee is gestart, dan kan er, om veiligheidstechnische redenen, niet worden gestopt. De booractiviteiten gaan dan ook 24 uur per dag door. Na afloop van het onderzoek wordt het boorgat gedicht en het terrein opgeruimd. De CAN-onderzoeksput is ontworpen om data te verzamelen en kan dan ook niet gebruikt worden voor het winnen van aardwarmte. Wat gebeurt er met de informatie van de boring? De verzamelde informatie uit deze boringen zal net als de andere data die CAN verzamelt, publiek beschikbaar worden gemaakt. Met deze nieuwe kennis kunnen overheden en energiebedrijven beter inschatten of en waar aardwarmte als duurzame bron ingezet kan worden. CAN levert op deze manier een bijdrage aan de versnelling van de inzet van aardwarmte in Nederland. Daardoor wordt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen voor warmte.